De standaard SWAT-bemanning bestaat uit 3 personen. Kapitein, stuurman en werktuigkundige. Tijdens een belootsing is de werktuigkundige altijd op de brug aanwezig. Elk vaartuig kent zijn eigen specifieke gebruiksmogelijkheden. De SWAT heeft speciale voorzieningen, zoals de Ride Control, om ook bij slechtere weersomstandigheden stabiel in zee te blijven. De SWAT heeft ook de mogelijkheid om door middel van snelballast haar vrijboord te verlagen. In deze film tonen wij u de procedure debarkeren, de oefening man overboord en de procedure embarkeren. Voor elke embarkering of debarkering beoordeelt de kapitein de zeegang, de wind, stroming en andere aspecten. Ook kijkt hij naar het type schip en voorligging met betrekking tot rollen en stampen. Afhankelijk van het beloodse schip bepaalt hij op welke plek het debarkeren gaat plaatsvinden. Door het lage vrijboord gebeurt dat deze keer vanaf het hoofddek. De loodsladder dient voor de SWAT hoger te worden opgehangen dan voor de tenders en jollen. Dit wordt bij het eerste radiocontact aan het schip doorgegeven. Voor het langzij gaan controleert de kapitein of de conditie van de ladder in orde is. Weet je, Stephanie, de persoon, de ladder hangt goed zo, we komen nou langs aan. De stuurman coördineert de operatie vanaf het dek. Hij geeft aan wanneer de loods kan overstappen. De loods is op zijn beurt weer verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid bij het aan boord gaan. Pas als de loods duidelijk veilig aan boord is, draait de SWAT af. Voor de veiligheid aan boord van de loodsvaartuigen is het belangrijk dat bij incidenten of calamiteiten iedereen op de hoogte is van zijn taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn procedures en checklists. Wij demonstreren nu de stappen voor de oefening man overboord aan de hand van een situatie waarvoor we een getrainde vrijwilliger inzetten. Zodra de persoon alvarend overboord gezet wordt, is dat het start zijn voor de oefening. Degene die het voorval het eerst opmerkt, alarmeert de opvarende. Man overboord! Tegelijkertijd werpt hij een reddingsboei na. En verliest de drenkeling niet uit het oog totdat hij hiervoor wordt afgelost. Man overboord! De kapitein voert de communicatie en houdt de algehele leiding. Hij drukt op de MOB-knop, zodat we altijd de exacte locatie van de drenkeling terug kunnen vinden, en schakelt meteen de OSCAR-functie in op ECDIS en radar. De kapitein meldt op het verkeerskanaal dat er een man overboord is. Zit er al in de persoos. We hebben een man overboord. Man overboord langs de persoos. De stuurman geeft met gestrekte arm de positie van de drenkeling aan, totdat hij in het zicht van de kapitein is. Ondertussen trekt de werktuigkundige zijn beschermende kleding aan en loopt naar het voordek naar de MOB-lift. Hij haakt zich vast aan de lift en laat zich naar beneden zakken door middel van de lokale bediening. De kapitein houdt het overzicht via het scherm. De werktuigkundige leidt de drenkeling naar de MOB-lift en maakt gebruik van de korte of lange haak. De kapitein meldt via de VHF dat de drenkeling aan boord is en of er verdere hulp noodzakelijk is. Centraal Vlissingen, de persoon. De man overboord is aan boord en we gaan terug naar de haven. Over. De bemanning geeft eventuele EHBO en de SWAT keert zo snel mogelijk terug naar de wal.
Door een goed en geoefend samenspel van de bemanning kunnen bij incidenten als deze levens gered worden. Nu de oefening afgelopen is, wordt de bemanning voor een embarkering ingezet. Afhankelijk van weer, zeegang en het type te beloodsen schip, kiest de kapitein steeds weer voor de meest veilige wijze. Deze keer vanaf de bühne. Voor het langzij gaan controleert de kapitein of de conditie van de ladder in orde is. De stuurman coördineert de operatie vanaf het dek. Hij controleert of de loods voorzien is van een zwemvest en inspecteert de loodsladder op eventuele zichtbare gebreken. De stuurman bedient de bühne. De stuurman geeft aan wanneer de loods kan overstappen. Pas als de loods duidelijk veilig aan boord is, draait de SWOT af. Het aanleren van procedures, zowel bij routinehandelingen als bij incidenten, is cruciaal voor een snel, efficiënt en vooral veilig vervoer. Een goede afstemming van de taken en verantwoordelijkheden van de bemanning is daarvoor essentieel.